Goedemiddag. De EK-droom van de Rode Duivels en hun fans spat uiteen. De Belgen zijn uitgeschakeld door een vinnig spelend Italië. De vakantieuittocht naar het zuiden is gestart. Wie vertrekt moet de nodige coronadocumenten en bewijzen bij zich hebben. En na maanden stijgt opnieuw het aantal coronabesmettingen bij ons. Onder meer omdat er veel meer getest wordt. Voor de Rode Duivels zit het EK-voetbal erop. Gestrand in de kwartfinale na 2-1 verlies tegen een sterk Italië. Het was een best spannende wedstrijd met veel kansen aan beide zijden, maar scoren lukte moeilijk bij de Belgen. Het verlies kwam hard aan bij de Belgische fans. Het is het laatste fluitsignaal. Teleurstelling, ontgoocheling, ongeloof, de handen in het haar bij Belgische supporters op de Oude Markt in Leuven. Het laatste fluitsignaal is meteen het laatste van dit Europees kampioenschap. Deze EK was de moment om het te winnen. Stom, heel stom. De kansen lagen hoger dan Portugal. Portugal hebben we verslagen, maar Italië. Dus we gaan een pintje drinken en ons verdriet wegdrinken en we zullen zien. Het Europees kampioenschap voetbal gaat voort zonder de Rode Duivels. In het Vandorp in Middelkerke overheerst de stilte na de match en is er een gelaten sfeer. Spijtig, jammer, dramatisch. Dat gaan we nooit meer meemaken, dit. Dus dat was ons kans. Over de ontgoocheling, de teleurstelling. Een ontgoocheling, ja, inderdaad. Dat is een ontgoocheling. Ja, jammer, hè. Ik had toch gehoopt om nog verder te gaan, maar ja. Italië had wel verdiend, ze hebben wel beter gespeeld. Jammer dat we zo moeten eindigen, hè. En in het voetbal geldt, waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. En die zitten bij de Italiaanse gemeenschap vanavond, in Genk bijvoorbeeld. Super gewoon, super. België, spijt voor de Belgen, die gaan naar huis. Italië zijn gewoon goed. De overwinning en het plekje in de halve finale wordt gevierd met een grote optocht door de stad. We hebben Italiaanse buren, dus we vieren met hen mee. Hè? We hebben samen gekeken naar de wedstrijd en we komen nu even mee vieren. We zijn allemaal samen. We vieren alles mee. België had gewonnen, waar we ook in springen. De hele nacht door dan? Ja, tuurlijk. Gewoon door. Knallen. In het centrum van Brussel moest de politie ingrijpen nadat een groep Rode Duivels-fans een man met een Italiaanse vlag had belaagd. De menigte keerde zich tegen de politie en die zette daarop het waterkanon en traangas in. Mensen gooiden met projectielen en staken vuurwerk en rookbommetjes af. Enkele amokmakers profiteerden van de onrust en plunderden een sportwinkel in de Nieuwstraat. Twee mensen zijn opgepakt. Naar de Allianz Arena in München dan, waar de wedstrijd gisteren gespeeld werd. Ook daar was de teleurstelling bijzonder groot bij de meegereisde Belgische supporters. Een verslag van Sammy Nerink. München 2 juli 2021. Ongeloof in de ogen, tranen in de ogen. Dit was het EK des Duivels. Geen halve finale, geen finale. Que pouvez-vous dire? Rien. Rien. Rien, on est triste parce qu'avec avec John ici, ça fait 2 ans qu'on prépare les tifos, qu'on les suit partout. Et ici, c'est pour un rien. Le foot, c'est 100% d'émotion, donc c'est de la joie, c'est du stress, c'est du bonheur. Et ben voilà, c'est aussi des pleurs aujourd'hui. Donc le moment où tout s'arrête et puis on se dit, ben voilà, on doit revenir à la vie normale et continuer à croire en le diable. Het is dus een dubbel gevoel dat overheerst bij de trouwste supporters van de Rode Duivels. Tristesse en tegelijk ook trots. En samen met de decompressie volgt al snel de ontnuchtering. We hebben niet de kans genomen om iets te winnen dit jaar. Want als je ziet, spelers zoals Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen, zullen ze spelen in 2 jaar, in 3 jaar denk ik niet. Dus ja, ik vind het meer jammer voor de groep. Want die groep moet iets winnen. Zo jammer dat in Lukaku dan in De Bruyne wint niks met deze nationale ploeg. Dus ja, misschien is het WK wel echt de allerlaatste kans. Deze was nu al mes op de keel, zou ik maar zeggen. Maar ja, WK 2022 wordt toch wel... Als dat niet gebeurt, zal het vrees ik nooit gebeuren. Maar ja,
Het is gewoon jammer dat het nu ook niet gebeurt. Nu was echt wel een gouden kans, helaas. Ja, dat voor de reacties van de supporters. Voor de technische kant van de zaak, de analyse van de wedstrijd. En zo komen we bij jou, Katrien. Wel, we moeten vooral eerlijk zijn, analist. De Italianen gaan verdiend door. Het was een aantrekkelijke wedstrijd. Het verschil was niet heel groot, maar Italië was beter. De Italianen stonden 2-0 voor toen Lukaku vlak voor de rust kon scoren van op de penaltystip. Dus halfweg was er nog altijd hoop. In de tweede helft hadden er misschien wel verlengingen ingezeten. Maar het was voor de Rode Duivels net niet en het bleef 2-1. Het Europees kampioenschap voetbal gaat voort zonder de Rode Duivels. Ontgoocheling op alle gezichten. Is het nu al voorbij? Eden Hazard voorbij de teleurstelling. Hij moest geblesseerd van op de tribune toekijken. Wel aan de aftrap, Kevin De Bruyne net speelklaar geraakt. Italië is al meteen aardsgevaarlijk. Vrije trap Insigne en Bonucci scoort. De vreugde is voorbarig, buitenspel een terechte beslissing. De Belgen zitten wel goed in de wedstrijd. Lukaku maakt ruimte voor De Bruyne. De Bruyne neemt hem mee en nee, fantastische redding Donnarumma. Een eerste keer net niet. Doelman Donnarumma toont zijn klasse. Ook na de schijnbeweging van Lukaku duikt hij goed naar de verste hoek. De Italianen jagen verwoed op elke bal. Vertongen wil voetballend ontzetten, maar dat betalen we duur. En Chiesa, oh, geweldige goal. Hij wringt er zich door. 0-1 en Italië walst het middenveld nu plat. Insigne met een zee van ruimte. Insigne, ai, 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 ai. 0-2, dat slikken zo kort voor de rust. Tot Di Lorenzo een flitsende docu een zetje geeft. We krijgen een strafschop. Lukaku is trefzeker, 1-2 aan de rust. Alles is dan nog mogelijk. Het wordt knokken na de pauze met Doku die De Bruyne diep stuurt. Prima voorzet, Lukaku heeft de gelijkmaker aan de voet. Spinazzola staat in de weg. Tweede keer net niet. Invallers Mertens en Shadli flitsen meteen. En Mertens een eerste keer. Met wat ruimte, drie Mertens. Meegeven hier met Shadli, daar zijn de invallers. Shadli, hij neemt het erbij. Dat tikkeltje geluk blijft uit. Een uitstekende Doku laat ons nog even dromen. Geweldige actie. Maar geen gelijkmaker. De Belgische EK-droom stopt abrupt in de kwartfinale. Italië is een maatje te groot en stoomt door naar de halve finales. Italië is nu 32 wedstrijden ongeslagen. Ruben van Gucht en de Belgen zijn weer thuis. Na een matig toernooi. Ze hebben op het EK nooit hun beste niveau gehaald. Waar is het fout gelopen? Ja, gisteren tegen Italië simpelweg overklast op vele vlakken. Inzet, overgave, efficiëntie in de eigen 16, in de 16 van de tegenpartij. Daar was Italië telkens beter. Ik heb er een paar cijfertjes bij gehaald. De Italianen hebben 6 kilometer meer gelopen tijdens de hele wedstrijd. 100 passes meer gelukt dan de Belgen. 10 balrecuperaties meer gedaan. Dus dat zegt wel iets natuurlijk. Nochtans speelden de Belgen eigenlijk niet zo'n slechte wedstrijd. 10 doelkansen gecreëerd. Dat was een veelvoud van het aantal kansen dat ze gecreëerd hadden tegen Portugal. Dus de Belgen stonden er ook wel, maar ze zijn simpelweg overklast. En als je dan natuurlijk hier en daar een foutje maakt, dan wordt dat cash betaald. Onder meer Jan Vertonghen. En het zal wel zijn dat Jan Vertonghen baalde achteraf. Een grote teleurstelling. Speelt bepaalde fases van die wedstrijd nog af in je hoofd. Gewoon, ja, doe gewoon pijn dit verlies. Het is vervelend. Uiteindelijk die 2 tegels en dat is onze schot. Daar moeten we naar kijken. En, ik denk dat we dan nog kans hebben gehad in de tweede helft om wel die aansluiting, of ja, zelfs de 2-2 nog te vinden. 2 ballen waarvan ik dacht dat ze er al in zaten. Ja, doe gewoon pijn. Dat is een beetje het verhaal van vandaag. Het net niet. Dus dat is heel spijtig, maar ja, we verliezen tegen een goede ploeg en dat is ook hun verdienste. En natuurlijk is het altijd een teleurstelling op het moment dat je eruit legt. Ik denk, voor mij persoonlijk is het een heel rare 4-5 weken geweest. Maar aan mijn kant, ik kan alleen maar zeggen, vooral aan de medische staf, dank u. Om de laatste 5 dagen na Portugal met een scheur in mijn ligament te spelen en vandaag klaar te zijn voor de match. Is op zich al een mirakel en ik heb geprobeerd de ploeg
vooruit te helpen, maar dat was niet genoeg voor mij. These players, they've done nothing wrong. So every fan at home needs to be very proud of this group of players. Unfortunately, we couldn't get where we wanted to get. We wanted to get to Wembley. We wanted to go all the way. We never hid that. But I think we need to be very proud of the attitude and every single bit of commitment that these players put towards the team. Roberto Martinez, die inderdaad een aantal omstandigheden aanhaalt. Wat nog niet gezegd is, dat natuurlijk de Duivels niet gediend waren door de blessures bij een aantal sleutelspelers. Het is niet dat we zoveel alternatieven hebben om dat op te vangen. Dus er waren ook wel wat puntjes, positieve puntjes, die je niet mag vergeten. Het was de vierde keer op rij dat de Rode Duivels bij de laatste acht op een groot toernooi zijn geraakt. Dat heeft nog geen enkele generatie Rode Duivels in het verleden gedaan. Dus we mogen niet alleen deze ploeg met verlies associëren. Er was Doku, dat was een absoluut lichtpunt. 19 jaar nog altijd maar. En mag ik ook even een kleine pluim op de hoed steken van de jongens die daarnet gereageerd hebben, want er waren er ook een hele aantal die niet wilden reageren en dat moeten we dan ook weer begrijpen vanwege de grote ontgoocheling, maar toch staan daar telkens weer de bruine vertongen, Courtois, klaar om meteen na de wedstrijd iedereen toe te spreken. Dus chapeau. Ja. En de reacties die we daarnet hoorden waren inderdaad van gisteravond meteen na de match. Heb jij de Duivels of de bondscoach vandaag nog kunnen spreken of kan jij hen straks nog spreken? Nee, die zijn een beetje als dieven in de nacht verdwenen. Vannacht nog naar huis gevlogen en meteen de diaspora. Wij hadden oorspronkelijk wel nog de bondscoach verwacht. Er was een persconferentie aangekondigd. Die is gecanceld vanochtend vroeg. Ik denk dat Roberto Martinez ook wel besefte dat het stof wat moet gaan liggen. Dat er een hoop lastige vragen wel zouden komen vandaag. Dus dat het misschien niet echt het moment is om dan iedereen toe te spreken. Ik denk dat de Duivels even moeten herbronnen. Dat ze heel even het stof moeten gaan laten liggen. En dat ze toch alweer moeten vooruitkijken. Want binnen anderhalf jaar is er een WK. En ik weet uiteraard dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, dit was de laatste kans, de ploeg is te oud, de verdediging is te oud, maar je moet je afvragen natuurlijk, wat zijn de alternatieven? Zijn er betere spelers dan Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, om maar de defensie te noemen? Dus ik denk dat de kopjes leeggemaakt moeten worden, dat iedereen terug het vertrouwen moet tanken, in de Nations League bijvoorbeeld, en dat er dan weer met deze groep en hier en daar wat aangevuld richting het WK, met herwonnen vertrouwen moet gewerkt worden. En het is zoals in de koers, niet altijd wint de beste renner in koers. Dus het zou kunnen dat er toch nog een prijs in zit. Ja, eerst deze nederlaag verteren. Dank je wel, Ruben. Niet België, wel Italië stoot dus door op het EK. In de halve finales moeten de Italianen het opnemen tegen Spanje. Gisteravond heeft Spanje Zwitserland uitgeschakeld met de strafschoppen. Spanje komt na 7 minuten op voorsprong. Een hoekschop wordt weggewerkt in de voeten van Jordi Alba. Zijn schot wijkt af op de voet van Zakaria en gaat zo binnen. 0-1. In de tweede helft gaat de Spaanse verdediging lelijk in de fout. Shaqiri krijgt de bal cadeau en schiet voorbij doelman Simon. 1-1. Dat is ook de stand na 90 minuten en verlengingen. In de strafschoppenreeks zijn met 1-3 de Spanjaarden beter. Zij zitten bij de beste vier. Straks meer sportnieuws met onder meer de Tour. Vandaag staat de eerste bergrit op het programma. Dankjewel, Katrien. En wij gaan ook naar Frankrijk, want de vakantie is officieel begonnen. En dat betekent dat veel Belgen op weg zijn naar een zonnige zuiderse bestemming. In de meeste Europese vakantielanden zijn de coronamaatregelen stevig versoepeld. Maar toch heeft u maar beter alle nodige testresultaten en certificaten mee op reis. Wij stuurden Steven de Kranen op pad. Ik rijd de grens met Frankrijk over en net zoals aan de grens met Luxemburg is er geen systematische controle op PCR-testen. Het moet gezegd, de vakantieganger is dit jaar goed voorbereid. Geen specifieke controles, nee. Maar we hebben een vaccinatiepaspoort, dus we kunnen weg. Het zal zot zijn om de boete te moeten betalen, dus daarom doen we het. Maar de Delta-variant van het coronavirus is vanuit het Verenigd Koninkrijk aan een opmars bezig. Lots of documentation. Lots of paperwork. And was it checked by the French border police? Oh, yes, everything. Oh, yes, the documents. Yeah. Yes, I gave him everything. Very good. Dus het wordt zaak om toch de Europese kleurenkaart met het aantal besmettingen in de gaten te houden. De komende twee weken dat het op groen blijft staan, hoeven wij geen test meer te doen bij terugkomst en hoeven ook niet in quarantaine. Dus dat zou mooi zijn. Sowieso kan je haast in elk Frans stadje zonder afspraak een PCR-test krijgen. Du coup, vous venez de Belgique depuis quand? Vous êtes là depuis quand? Ce matin. Du coup, c'est gratuit pour les Belges. Oui, tout à fait. C'est remboursé par la sécurité sociale française.
Maar vanaf 7 juli zal je ook in Frankrijk, net als in de meeste Europese landen, moeten betalen voor die PCR-test. Na een desastreus toeristisch seizoen vorig jaar, waar Frankrijk zo'n 61 miljard euro aan inkomsten verloor, hopen ze nu op beterschap. Donc bien sûr qu'ils vont revenir. Et puis tout le monde n'attend que ça, repartir, se repromener, revivre des moments sympas et agréables. C'est ça la vie. C'est ça l'important. Le partage. Le partage, c'est le grand mot. Maar nu wil iedereen gewoon genieten. Corona en controles even vergeten. Je vraagt je soms af, hè, waar kunnen ze die controles doen? Hè? Dus als jij nu vertrekt, gaat jij dat papier. Wie vraagt u nog dat papier van 72 uur? Niemand meer. En als jij de grens overkomt, het houdt u niemand niet tegen. Wie zegt dat je in quarantaine moet gaan? Ja. Allee, ja, we zijn in België. Hè. Er is wel één Europees vakantieland waar de maatregelen tegen corona verscherpt worden. Portugal. Daar is gisteravond opnieuw de avondklok ingevoerd, omdat er weer meer besmettingen zijn. De avondklok is van kracht in verschillende steden en gemeenten, waaronder de hoofdstad Lissabon en enkele plaatsen in de toeristische Algarve. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends moet iedereen binnenblijven. Gisteren zijn in Portugal meer dan 2400 nieuwe besmettingen vastgesteld, vooral bij jonge mensen. En wie in eigen land met vakantie gaat en naar de kust wil, daarvoor rijden er vanaf vandaag dagelijks expresstreinen naar zee. Op een weekenddag zijn dat er 10 heen en 10 terug. Het zijn snelle rechtstreekse verbindingen tussen Antwerpen, Gent, Brussel, Zuid en Luik naar De Panne, Oostende, Blankenbergen en Knokke-Heist. Ze stoppen onderweg niet. Reserveren is verplicht en kan tot een kwartier voor vertrek. Ja. De kustexpress van Antwerpen naar Blankenbergen komt aan in het station. Het is een van de speciale zomertreinen richting kust. Reserveren is verplicht en kost 1 euro bovenop je ticketprijs. Voor het opstappen krijgt iedereen controle. O ja, met de ticket, sorry. Ja, dat is geen probleem. Ik heb een app, dus online gekocht. En dan reservatie ook online en afgedrukt. Afgeprint tenminste, ja. Ja. Waarom heeft u deze genomen? Dat dat rapper was. Dan moeten we niet overstappen in geen Sint-Pieters. Ja. Anders moeten we overstappen. En ja. Zeker van een plekje? Ja, ja zeker. Ja. Voor dit weekend zitten we op dit moment aan een 500-tal reservaties. Nu, het weer heeft daar natuurlijk wel een heel grote impact op, ook op onze gewone treinen. Naar de kust is het vandaag rustig. Bovendien is het ook een nieuw product, dus de mensen moeten dat toch nog wel leren kennen. Begin vorige maand was er al een test met de kustexpresstreinen. Toen kon u tot een uur voor vertrek reserveren, maar die termijn is aangepast. Vandaag kan je hier tot een kwartier voor het vertrek van de treinen nog reserveren via onze website. En dat kan nuttig zijn. Stel dat je bijvoorbeeld ziet dat het op een klassieke trein druk is, dan kan je ook nog in het station beslissen om alsnog je reservatie te maken voor die kustexpress. De kustexpress rijdt de hele zomer. Sommige passagiers hopen alvast dat het systeem ook daarna blijft. Op hoogdagen of op heel goede dagen zou ik dat toch wel blijven gebruiken, ja. Klopt. Ja, omdat je dan ook zeker bent van ik kan mee en ik ga een goede plek hebben. Exact. Ja. Voor het eerst in 3 maanden is het aantal coronabesmettingen in ons land weer licht gestegen. Er komen nu dagelijks 378 nieuwe bevestigde besmettingen bij. Dat is een stijging met 5%. De andere coronacijfers dalen wel nog. Zo waren er gemiddeld 16 ziekenhuisopnames door corona per dag, 40% minder dan een week eerder. Ook het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zakt verder. Het zijn er nu 271, een daling met 29%. En van hen liggen er nog 123 op intensieve zorg. Dat is 22% minder dan de week ervoor. Per dag overlijden nu gemiddeld 4 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Het aantal besmettingen stijgt dus opnieuw, maar de positiviteitsratio niet. Dat wil zeggen dat er niet meer besmettingen zijn per 100 testen. De stijging is onder meer te verklaren doordat er meer getest wordt. De vraag is nu of ook de ziekenhuisopnames binnenkort weer gaan stijgen, want dat zou wel zorgwekkend zijn. De daling van het aantal positieve tests was al een tijd aan het afnemen en nu is er dus opnieuw een stijging. En daar zijn 3 verklaringen voor. We testen natuurlijk wel iets meer dan de voorbije weken. Ja, dat zijn de reizigers die vertrekken en getest worden. Dus dat speelt een rol.
de Delta-variant. Dat was ook voorspeld dat die de meerderheid van de infecties voor zijn rekening ging nemen. Dat is nu ook het geval. En dan natuurlijk het liften van de maatregelen. Dat speelt natuurlijk ook mee. Vele mensen hebben het gevoel, het is gedaan. En dat is natuurlijk niet gedaan. De meest kwetsbare mensen zijn intussen gevaccineerd. De mensen die nu besmet geraken zijn jonger en worden dus normaal minder ziek. Eén onbekende. Hoe gevaarlijk is de nieuwe Indiase variant die in opmars is? Niet iedereen is al gevaccineerd. En dan verwacht je een stijging van het aantal mensen wat gaat getroffen worden. Getroffen worden, al dan niet ernstig ziek gaat worden. We weten ook uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar men nog veel verder staat, dat ja, fel oplopende besmettingscijfers zich uiteindelijk ook wel laten zien in de hospitalisaties. Zij het natuurlijk minder dan in landen in de wereld waar we nu ook oplopende cijfers zien. Ook qua hospitalisaties waar de vaccinatie nog niet zo ver gevorderd is. Het wordt dus een snelheidswedstrijd tussen de vaccinatiecampagne en de oprukkende variant. Onze vaccinatiecampagne gaat ook snel, maar net niet zo snel. Dus we gaan toch de komende weken zeer goed de situatie in het oog moeten houden en kijken waar we staan met onze maatregelen, met onze beperkingen. Is het voldoende? Moeten we sommige dingen toch een beetje uitstellen of eventueel ja, terug een beetje terugschakelen? De vaccinaties, daar gaat het dus van afhangen. 7,2 miljoen Belgen hebben nu een eerste coronaprik gehad. Dat is 78% van alle volwassenen en 63% van de hele bevolking. 4 miljoen Belgen zijn al volledig gevaccineerd. N-VA wil na de verkiezingen in 2024 onderhandelen over een staatshervorming met de PS. Peilingen nu geven aan dat N-VA aan Vlaamse kant een comfortabele meerderheid zou hebben met Vlaams Belang. Maar met die partij wil N-VA zeker niet samenwerken. Dat heeft Bart De Wever gezegd in de ochtend op Radio 1. Voor De Wever is het de bedoeling om België te splitsen, maar dan wel op legale wijze. En de enige manier daarvoor, zegt hij, is een akkoord te sluiten met de grootste partij aan Franstalige kant. Als je daar een akkoord over wil maken vanuit Vlaanderen, dan zal je met de linkerzijde van Wallonië een akkoord moeten maken. Als je legalistisch wil blijven, want zij zijn de enigen die in Wallonië de power hebben, electoraal. Maar de eerste opdracht is natuurlijk in Vlaanderen dan ook de power voor verzamelen. Krijgt die uitgestoken hand wel heel vaak van Vlaamse belangen? Zij willen dus puur een secessie plegen hè, vanuit het Vlaams parlement. Dat is het Catalaanse scenario. Met de helft plus één zeggen, we scheiden ons af van België. Dat is, denk ik... Kiezen voor een totale chaos. U weigert die uitgestoken hand, want dat hebt u maar niet gezien. Ik zie die uitgestoken hand zelfs niet als een partij niet proper is op zichzelf en zelfs geen afscheid kan nemen van de meest extreme uitwassen die in die rafelranden van die partij wordt bestaan en ook gekoesterd worden. En ik dacht, die nieuwe voorzitter gaat daar iets aan doen, maar die doet er niks aan. Ja, dan zie ik hier geen enkele opportuniteit. Punt aan de lijn. They're asking everybody to evacuate. Why? Because they feel the structure is not safe, and they told everybody they have 30 minutes to evacuate today. So can I go get my stuff? You should go get your stuff. Okay. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, is een torenflat ontruimd nadat uit een studie gebleken is dat het gebouw onveilig is. Het flatgebouw ligt op nog geen 10 kilometer van het flatgebouw dat vorige week instortte. Daar wordt nog altijd puin geruimd en worden lichamen geborgen. Gisteren nog 4, wat het aantal doden nu op 22 brengt. Gisteren borg een brandweerman het lichaam van zijn eigen 7-jarige dochter. Ze was een van de 4 lichamen die recentelijk gevonden zijn. We nu hebben 22 confirmed deaths. 188 people accounted for and 126 unaccounted for. Our detectives are continually editing this list. De lijst met vermisten is gekrompen omdat sommige dubbel geregistreerd stonden. Op 8 kilometer daar vandaan moesten bewoners inderhaast een andere toren ontruimen omdat een ingenieur hem onveilig verklaard heeft. The building is in very good condition. My apartment is in very good condition. I seen the hall, I seen the elevators. Everything is in the very good condition. But I don't know what's going on. Harold woont er met zijn zoon. Hij begrijpt de maatregel, maar het wringt. What upset me the most is the fact that we've learned that management knew about it since January that the building was unsafe. That the engineer declared the building unsafe. You know, so. But yet again, they never said anything to us. Het gebouw is 49 jaar oud en telt 156 flats.
Katrien, over de uitschakeling van de Rode Duivels hebben we het al gehad. Maar die sportzomer, ja, dat is zoveel meer dan het EK-voetbal. Ja, we gaan nu voort met de Tour, Annelies. Het peloton trekt vandaag de Alpen in voor de eerste bergrit. De etappe van Oyonnax naar Le Grand Bornand is 150 kilometer lang. In de laatste 50 kilometer liggen drie cols van eerste categorie met de Mont Saxonnex en daarna de Col de Rome die overloopt in de Col de la Colombière. De start is een paar minuten geleden gegeven met Mathieu van der Poel voor de zesde opeenvolgende dag in het geel. Gisteren trok hij mee in de aanval en moest hij diep gaan. Misschien neemt Wout van Aert straks de leiding over. Van Aert volgt in het klassement op een halve minuut van der Poel. Thomas de Gent denkt zelfs dat er nog meer in zit voor Van Aert. Pogacar heeft volgens hem nog niet meteen gewonnen spel voor de eindzege. Als je ziet, zijn dichtste belager van vorig jaar, die heeft 4 minuten verloren op hem. Dus dan is het gemakkelijk om te zeggen, ja, hij heeft een goede zaak gedaan. Maar Wout van Aert kon vorig jaar heel goed klimmen. En hij zegt hij altijd wel dat hij niet zo heel goed in vorm is. Maar ik geloof hem niet echt, anders word ik een Belgisch kampioen. En hij zat er gisteren toch weer al bij van voor. Rijmen ik er 3,5 minuut dichter naar Wout van Aert toe in het klassement. Dus ik denk dat zijn grootste belagers dat die van voor erbij zaten. Wout van Aert is helemaal zo slecht niet, als dat hij zelf zegt. Pogacar is heel goed, maar in Tirreno heeft hij ook niet van Aert op minuten kunnen zetten. Dus hij gaat zijn best mogen doen, Pogacar. Als je die vraag dan krijgt gisteren van de Franse TV, die vraagt of je de Tour kan winnen. Je antwoord kennen we intussen. Wat denk je dan, s'avonds? Ik weet niet. Ik vind het wel... Grappig zou ik niet zeggen, maar ik kan er wel om lachen dat ze daarin geloven. Het is langs de ene kant wel een mooi compliment. Op het tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de derde ronde. Ze ging onderuit tegen de nummer 27 van de wereld, de Amerikaanse Madison Keys. Mertens is de nummer 16. Eerst gaat het gelijk op. Mertens verliest de eerste set met 7-5. Daarna krikt Keys haar niveau nog op. In de tweede set wordt het 6-3. Na de uitschakeling van Elise Mertens doen er op Wimbledon geen Belgen meer mee in het enkelspel. En dan weer voetbal. Brazilië heeft zich in eigen land geplaatst voor de halve finales van de Copa America. Brazilië won tegen Chili met 1-0, al speelden de Brazilianen bijna de hele tweede helft met een man minder. Vlak na de rust zorgde de ingevallen Lucas Paqueta voor de 1-0. Voor een plaats in de finale moet Brazilië het opnemen tegen Peru. De Gymfed heeft de selectie bekendgemaakt voor de Olympische Spelen. Naast vaste waarde Nina Derwaal mogen ook Maylis Brassard, Lisa Vale en Jutta Verkest mee naar Tokio. Verkest is pas 15. Voor haar gaat het allemaal heel snel. Het is allemaal wel eigenlijk heel snel gegaan. Want eerst was corona en dan uiteindelijk werd ik de spelen uitgesteld. Dus toen maakte het kans. En dan mocht ik mee naar het EK en dan heb ik dat daar wel redelijk goed gedaan. Dus dan ben ik zo blij dat ik progressie maken en mijn best te doen. Ja, ik ben echt super blij dat ik mee mag gaan. Team Belgium zal in totaal bestaan uit 122 sporters. Dat heeft het Belgisch Olympisch Comité bekendgemaakt. 67 mannen en 55 vrouwen die in Tokio zullen uitkomen in 25 disciplines. Het is de grootste delegatie sinds Helsinki 1952. De Spelen in Tokio beginnen op 23 juli. Voorlopig concentreren we ons op de Tour en op het voetbal. Tour op 1 en het voetbal op canvas. Zo is dat. Dankjewel, Katrien. En wij trekken nog even naar Knokke-Heist. Daar is zo pas het 60ste cartoonfestival geopend. West-Vlaamse cartoonist Lecter staat dit jaar centraal en die maakte meteen een spectaculaire entree. Hij creëerde voor de tentoonstelling een heel eigen wereld, Lecterland. Een vriendelijke dictatuur waarin humor regeert en alles mogelijk lijkt. We gaan die wereld en de rest van het cartoonfestival verder verkennen in het journaal van 7 uur straks.
En we begonnen dit journaal met de Rode Duivels die weer thuis zijn na hun uitschakeling in de kwartfinales van het EK voetbal. Mooie dag nog en tot vanavond. Het is het laatste fluitsignaal. Spijtig, jammer, dramatisch. Het Europees kampioenschap voetbal gaat voort zonder de Rode Duivels. Le foot c'est 100% d'émotion, donc c'est de la joie, c'est du stress, c'est du bonheur. Et ben voilà, c'est aussi des pleurs aujourd'hui. We wanted to get to Wembley, we wanted to go all the way. We never hid that. But I think we need to be very proud of the attitude on every single bit of commitment that these players put towards the team. Dus we gaan een pintje drinken en ons verdriet wij drinken en we zullen zien. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.